pap. Hoe is het? Nou is dus 2 dagen geleden mijn vader opgenomen in het ziekenhuis. Het eerste wat ze deden is testen op corona, omdat hij last had van zijn longen. En hij had hoge koorts. Misschien was dat het eerste moment dat het binnenkwam. Oh. Hoe voel je je nu? Ik ben dit weekend wel weer even naar mijn ouders geweest. Oh, fijn. Die hebben het er alsnog wel zwaarder mee, denk ik. Ja. Die moeten nu ook allebei weer lesgeven. Maar ze waren blij jou te zien. Ja, dat wel. Ja, fijn. Ja, maar die hebben zichzelf totaal in isolement gegooid. Ja. Ze zien hun zussen, broers, die zien niemand meer. Ja, pa doet dat ook. Ja, die heeft niet echt een keuze. Maar... Nu heeft hij echt geen keuze meer. Dat is wel gek, dat soort gesprekken heb ik nou al met hem gevoerd. Als hij daar uit het ziekenhuis komt, dan komt hij bij ons wonen weer een tijdje. Ik zeg ook tegen pap, hou er rekening mee dat als ik of Klaas de corona mee naar huis neemt, je zit wel in een risicogroep, zeg maar. Ja, ik vind het wel lastig. Dus ik echt een gesprek met hem moeten voeren van ja, als je corona krijgt door ons, wil ik niet dat je mij kwalijk neemt of je moet in ieder geval de risico's weten ervan, van bij ons wonen. Als hij hier niet gezond uitkomt, weet ik niet wat beter is voor hem. Ik ben een enorme levensgenieter. En ik geloof dus heel erg in dat je plukt de dag en maakt er het beste van. Maar dat als je niet meer gelukkig bent of je gezondheid maakt je ongelukkig en eenzaam. Dat je hart moet gaan afvragen of dat nog is wat je wil. Wij roepen al maanden, mijn zus en ik, als mijn vader corona heeft, dan overleeft hij het niet. Dat is heel helder en heel duidelijk, zegt zijn arts ook. Die onzekerheid is verschrikkelijk.